even een hele andere aankleding hier vandaag. Omdat we natuurlijk gaan hebben over de functie van de barkeeper in Nederland. Ja, dat is eigenlijk iemand die hetzelfde vak heeft als ik. De ene dag staat hij met zijn klanten te lachen en de andere dag staat hij met zijn klanten te huilen. Een sociale figuur dus. Ik ben heel benieuwd, wie van u is hier nou nog nooit in een café geweest? Zou dat komen omdat jullie uit Limburg komen? Nou, ik mocht ook van de Limburgers niet hebben over een kroeg, want dat klinkt negatief in Limburg. Maar bij ons is een kroeg gewoon gezellig en een café en een stamineke, hoe noem je het allemaal ook. Dus daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen met de vaste klanten van de barkeepers. En dat zijn Puk, Piet, Rick, Koos en Maaike. Voelen jullie tenminste helemaal op je gemak. Puk, kan jij mij nou een definitie geven van een goede barman? Die moet heel gezellig zijn. Daar moet je mee kunnen lachen, daar moet je mee kunnen huilen, daar moet je mee kunnen feestvieren. Jij bent de vaste klant van Marcel. Ja. Is Marcel zo? Absoluut, zeker. Is hij leuk om te zien? Hij is heel leuk om te zien. Ja, absoluut. Hij is lekker. Hij is lekker? Ja. Heb jij wat met Marcel? Nee, ik heb niks met Marcel. Dat moet ook niet. Maar nog niet wordt hier geroepen. Ja. Nee, je moet hier echt opletten, hè? Voor je het weet heb je een verhouding. Maar hoe weet je dan dat hij lekker is? Andere vrouwen vallen op hem. Ja, absoluut. Ze staan met honderden aan de bar soms voor hem. Dus honderden? Ja, soms is het heel erg, hoor. Is het zijn eigen zaak? Of? Ja, het is ook zijn eigen zaak. Oh ja, dat is goed voor de omzet, hè? Ja, absoluut. Of drinken ze allemaal spa dan? Oh, dat mag ik ook niet zeggen. Water bedoel ik. Oké. Okay. Maaike, hoe vaak kom jij bij Dirk-Jan? Zo 4 keer per week. En de ene keer is het net iets meer en de andere keer net iets minder. Ligt eraan hoeveel tijd ik heb. Ja, want wanneer doe je dat dan? In ieder geval in het weekend. Door de week ook wel 2 keer, 3 keer. Ja, ja. En dan aan het eind van je werk of zo? Of ja. Ja. En dus als ik gewerkt heb, dan ga ik met een paar vriendinnen nog eventjes. En ga je dan om te kletsen of om te drinken? Nou, soms, meestal 1 keer in de week om te drinken. En voor de rest gaan we lekker alleen maar gek doen. En lekker springen, dansen, zingen. Dansen dus, ook? Ja. In een café? Ja, hebben jullie in het café ook gedanst? Ja, natuurlijk wel. Elk café, denk ik. Ja. Nou, we hebben net de stamgasten gehoord van de leukste barmannen van Nederland. En ja, er zijn ons de nodige aankondigingen gedaan. Onder andere door Puk. Die had een lekker ding. Nou, ik ben heel benieuwd. Hier zijn de leukste barmannen van Nederland. Bart, Piet, Marcel, Thierry en Dirk-Jan. Dat is weer eens wat anders, dat jullie nu een biertje voorgeschoteld krijgen zonder dat je het zelf hoeft te tappen. Maar jullie vinden ongetwijfeld dat jullie het zelf beter getapt hadden. Maar je moet niet vergeten, deze tap hier doet het niet. Dus het komt hier 2 etages ver vandaan, dus vandaar dat ze een beetje ingezakt zijn. Ik zeg het maar vast van tevoren voordat jullie erover beginnen te zeuren. Marcel, laatst heeft er ook een vrouw gebeld naar de kroeg, hè, bij jullie, want die was de man kwijt. Ja. Dus die dacht van, nou laat ik eens even checken of die daar in de kroeg zit. Ja, het gebeurde niet bij mij, gelukkig. Oh. Mijn toenmalige baas Leo, die neemt de telefoon op. Die krijgt die vrouw dus aan de lijn en die zegt... Hallo is... ik zal hem Piet noemen. Ik zal hem Kees noemen. Zijn hier twee, Piet, dus wees voorzichtig. Is Kees in de zaak? Ja. En Kees, die zit lekker bij mij aan de bar in een pilsje. Dus ik zeg, ik heb het niet gezien. Ik weet niet waar je uithangt. Is je de hele dag niet geweest? Nee. Ik heb, wat ben jij een vuile leugenaar, Leo? Zegt die vrouw aan de andere kant van de lijn. Ik zit aan de overkant te bellen. Ik kijk zo naar binnen bij. Hij zit daar bij jou in de bar. Ja, het wordt tijd gedaan, hè? Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Maar dan deed ik het altijd anders. Dan zal ik shoppen en dan vroeg ik. En dan zal ze zeggen: Ik ben er niet. Ik zeg: hij is er niet, zegt hij. En dan gooi ik, raak erop. Nou, dan kon hij maar 1 ding doen: of naar huis gaan of uit oorlog. Dirk-Jan, ben jij nou entertainer? En heb je dit haar trouwens ook speciaal voor deze... Ja, heb ik vannacht nog gedaan. Ja, heb ik zelf gedaan. Vannacht nog gedaan? Nee, heb ik een halfjaartje geleden gedaan. Maar we noemen ons... Ja, ik steek tuin ook overal in, hoor. Je kan mij ook alles wijzen. Nee, ik had het altijd te donker en lang. Maar het is nou wat blonder en kort. Dus
Maar inderdaad, om op je vraag terug te komen. Entertainer, een beetje zingen, een beetje gek doen. Ja? Dat, maar echt ook zingen? Ja, zingen ook. Dansen? Ook, ja. Ja. Nou, dansen, er zijn collega's van me die zijn wel wat meer bedreven met de dansen. Ik ben niet echt een blanke neger, zeg maar. Ik ben niet echt van de elastiek. Ja, een beetje. Maar het is hoofdzakelijk zingen en een beetje gek doen op de bar. En dansjes uitvoeren van alles wat. Dus is wel leuk. En hoeveel bier moet er dan in zitten voordat het gebeurt? Nou, persoonlijk zelf drink ik helemaal niks tijdens mijn werk. Nee. Maar... Nee, nee echt. Je hebt hier biertje voor te staan. Ik drink niks, zeg. Nee, hoor ik nou ineens dat Bart ook niks doet? Nee, ik drink ook niet als ik werk. Als je nee, serieus. Nee, maar dan haal je schade ik in. Heb het, nou, dan haal ik een dagdienstje, dan draai ik die dagdiensten meestal. Dan komt het tweede, dan komt het personeel s'avonds. Nou, dan gaan we over, dan gaan we met die jongens bezig. Pokertje gooien, doen, bejachtje, kaartje, bonaakje, noem maar op. Nou, dan ga ik wel wat drinken. Maar persoonlijk, ik voel me, als ik aan het werk ben, nee. Het smaakt mij niet. Werkt hij alleen 's morgens dan? Want... Hoezo? De meeste barkeepers die lussen hem toch goed, takken? Ja, ik zeg het ook. Kijk, ik werk natuurlijk niet zo gek veel. Nee, nee. Dus ik zit weer voor die dag. Dus die dag die je ziet. Maaike die vertelde dus straks dat ze eigenlijk niet zoveel dronk. En toen was er een meneer hier en die wou er eigenlijk even iets over tegen Maaike zeggen. Maaike, verdien jij zoveel geld dat je dus 4 keer in de week in de kroeg kunt zitten? Ja. Nou, heb je goed. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, maar u had tegen mij gezegd van ze dronk zo weinig naar u. Zij zegt dus 1 keer in de week is het dan behoorlijk. En de rest van de week drinkt ze 1 of 2. Ja, dan kan die kastelij en die barkeeper niet verleven. Nee, en vindt hij jou dan toch nog leuk? Geld. Maar vindt hij jou dan nog leuk als je 4 keer komt en je drinkt maar 1 keer? Het is ook een wisselwerking in de horeca. Hè. Het is gewoon als je gewoon veel leuke meiden binnen hebt... betekent ook weer dat er dus mannen op afkomen. En mannen die brengen in het algemeen ook weer veel geld met zich mee. Dus je moet ook altijd wel zorgen dat je... Ja, het klinkt misschien heel raar, maar het is best wel goed... als je gewoon leuke meiden in je zaak hebt. Want daar komen ook weer mannen op af. En dat, dan rinkelt de kast. Ja, maar je zet die dames, die meiden toch niet voor in de etalage? Nee, tuurlijk niet. Ja. Ik heb liever geen jongere dames binnen. Want dat is niet hatelijk bedoeld, hoor. Nee, maar ik heb ouder publiek en ja, wat dat betreft heb ik toch te veel ratjes binnen. Ik heb jarenlang ben ik in een oud bruin café gekomen van zijn broer. Nou, dat was gewoon lachen, gieren, brullen. Daar rolden we over de biljart heen en onder de biljarten door. En dat deed van 0 tot 80 jaar rolde mee. Ja. En dan zei ik... Waar was dat? In Rosmalen. Weer een hele andere omgeving als Den Haag natuurlijk. Ja. Nou ja, nee, Bart, moet je luisteren. Soms ben ik verbaasd dat Hagenaars wel eens überhaupt uit hun dak kunnen gaan, hoor. Want het is wel heel chic publiek, hè? Waar of niet? Ik ben zelf Hagenees, dus ik mag het zeggen. Nou, we krijgen zo bonje. Dat heb ik wel in de gaten. Tot zo. Nou, misschien kunnen jullie even op het rijtje even zeggen wat jullie voor soort café hebben. Ik heb een echt bruin café in Gouda. Net als Bart dus. Ja. En jij? Ik heb een feestcafé in Den Bosch. Een vreedcafé? Feest. Oh, dat gebeurt ik er denk, ook. Ja, dat zal wel weer iets van Den Bosch zijn. Dat gebeurt ook. Ja? Bruin muziekcafé in Doetinchem. Café Merlijn. Een après-ski feestcafé in Rotterdam. Dat valt er meteen in de... Voilà. Maar après-ski, waar ski je dan? Gewoon zoals in Oostenrijk ook après-ski. Dus gewoon... Ja, maar dan heb je geskiet. Maar bedoel... Ja. Maar in het begin was iedereen... Dan skiën laten jullie gewoon weg. Ja, in het begin was iedereen er wel kritisch over. Want we gingen in januari open en iedereen zei van... nou loopt het wel, maar je moet dadelijk nog eens kijken... als het in juli 30 graden is, gaan ze dan ook après-skiën. Maar het zit gewoon vol. Ook in de zomer dus. Ja, het zit zeker vol. Onze zoon ligt er vlakbij in de kazerne... en het komt er heel vaak vlag er vlakbij. Ja. Ja? Wij verkopen heel veel kleine borreltjes... en die zijn in een klein flesje verpakt. En die bestellen ze dan 10. En dan drinken ze er 2 op en dan stoppen ze er 8 in de zak of zo. Die nemen ze mee. Ja. Gebeurt, klopt. Gebeurt. Mm. Maar echt als ze zeggen van ik neem een fles Bacardi mee van thuis. Nou, dat geloof ik niet, maar je hebt ook kleine flesjes Bacardi. Ja. Ik kan me voorstellen dat Marcel, dat hij toch als hij opstaat... iets minder overwicht heeft op zijn klanten. Of valt dat wel mee, Marcel? Nou, ik werk al 11 jaar in het café waar ik in sta. Ja. 6 jaar geleden heb ik dat overgenomen, zijn eigenaar. Dus ik ben een bekend figuur achter die bar. Dus door de jaren heen
heb ik wel respect opgebouwd, waardoor ik dus overwicht heb op de klanten. Ja, en hoe het verschil met Bart bijvoorbeeld is, Bart die zal geen portier aan de deur hebben staan. Die heb ik dus wel aan de deur staan. Ja, ja, ja. Dat is het verschil van winkel weer. Maar dat is ook zo. Hij kent zijn klanten en ik krijg mensen binnen. Die komen van heinde en verre. Ik krijg Amsterdammers, Rotterdammers, Limburgers. Ik krijg van alles binnen. Ja. Klanten zijn vaste klanten. Dus, ja. Dirk-Jan, is het nou zo dat sinds je achter de bar staat dat je meer aantrekkingskracht hebt voor vrouwen? Ja, dat brengt het werk toch mensen mee vaak. Of dat, Maar wat is dat dan? Geeft die bar je een bepaald soort macht? Of? Ja, het lijkt er wel op inderdaad als je dat shirtje aantrekt van je werk. Dat het dan, dat is altijd al zo geweest. Dat geldt denk ik voor alle heren hier aan tafel. Ja. Dat er toch een bepaald soort aantrekkingskracht uitoefent. Jullie had nou niks met vrouwen voordat die achter... Tenminste, dat is, ja, vrouwen normaal natuurlijk wel. Maar ik bedoel niet dat vrouwen echt op jullie vielen. En dat terwijl je achter de bar staat, dat ze dat dan ineens wel hebben. Ik heb voor 95% mannen in mijn zaak. Dus ik ben blij dat die niet op me vallen. En die... kan ik niet zeggen. Wat? Dat kan ik toch niet zeggen, voor 95% mannen. Nee? En hoe is dat bij jou dan? Is dat bij jou ik zal ook een leuk verhaaltje vertellen wat dat betreft. Er komt ooit een vrouw bij mij binnen, ook een vaste klant. En die was altijd zo plat als een strijkplank, zou ik maar zeggen. En die komt op een gegeven moment binnen en die heeft echt een dubbele D-cup erop staan. Dus die gaat naar de bar zitten, die legt de voorgevel lekker op de bar. En die zegt, hey Marcel, zie je niks aan mij? Ik zeg, ja, hartstikke leuk joh, je haar zo. Dirk-Jan, laat ik eens bij jou beginnen. Als er bij jou gesnoven wordt. Als dat natuurlijk gebeurt, dan worden ze gewoon vriendelijk verzocht om het etablissement te laten. Ja, maar ze gaan natuurlijk niet aan de bar zitten snuiven. Nee, daarom. Dus ik kan nooit met 100% stelligheid zeggen van het gebeurt niet. Dat kan je nooit vaak zeggen. Vaak wordt het op de toiletten gedaan. Nee. Kun je het ook niet zien? Ik ken het misschien als je geluk hebt dat er nog een wit pulletje op zijn huis hangt. Ja, dat kan ik net zeggen. En voor de rest is het einde verhaal. Merken jullie het niet aan hun? Worden ze daar agressief door? Of, Ja, dat heb je allemaal zelf in de hand. Ja. Uitbundig, nou, wacht eventjes, want Marcel, vertel jij dan eens... als iemand whisky drinkt met coke of zo... Dan, maar dan niet Coca-Cola, maar... Cocaïne. Dan schijnen mensen half wild te worden. Dat moet je toch merken? Nou, sommige mensen merken dat ze andere gelaatsuitdrukkingen krijgen. Ze gaan met de mond trekken, ze gaan raar uit de ogen kijken. En dan zeg ik gewoon, dan spreek ze er gewoon op aan. Dan zeg ik van, luister, hoe zit dat met jou? Ja, dat is niet alleen van alcohol. Bij mij komen de geestnaarvergunnen binnen. Dat is onzin, dat weet je. Dan heb je alleen maar klanten binnen tussen 90 en Schijndoord, want anders... Nee, echt niet. Nee, al lieg ik daarom. Weet je wat het is? Puk, wat vind jij ervan? Want jij staat ook in een café. Nee, ik vind dat is gewoon onzin. Want van bankdirecteur tot schooljuffrouw, iedereen die kan het tegenwoordig kopen. En dat vind ik onzin om uit te sluiten van bij ons gebeurt dat niet. Want dat is hetzelfde als bij de V&D laaien. Ook omaatjes op die van alles inlopen te laaien. Dus dat kun je niet zeggen, dat gebeurt bij mij niet. Dat gebeurt overal. Marcel, wat? Niet uitsluiten. Ja, maar met Bart is, in zijn café, of in zijn type café... is de sociale controle veel groter. Ja. En bij ons zijn allemaal mensen, ja, die komen op de feesten... en die kennen de buurman niet. En bij hem zeggen ze van, hé jongen, laat eens even op, daar hou ik niet van. Er is altijd iemand die wat ziet. Ja. Dus en als hij het niet ziet, want hij vertelt net van die keren met die mes in zijn zak. Als hij naar achteren loopt, dan is kozer om te zeggen van, hey jongen, dat bedoel ik. Je niet thuis. Je kunt ook ergens anders gebruiken. Kijk, net als bij ons, in mijn soort café, is dat ik begrijp wat zij bedoelt, maar ik bedoel echt met op gebruik van drugs. Ik denk dat je daar toch... In Den Haag hebben we daar gewoon speciale zaken voor. En die jongens heb je helemaal geen los van. En dat werkt allemaal perfect. Want ik ben ervan overtuigd, als je dat soort zaken, er is er pas één gesloten. Ik vind dat een schofschandaal. Die jongens moeten die weg kwijt, die mensen zijn al helemaal verslaafd. Waarvoor geven die kans niet om die zaak te zo houden? Dan hebben die mensen bij elkaar. Je hebt er nooit geen last van. Ja. De laatste ronde. Nou, oké. Okay. Laat me doorkomen, roept er iedereen. Allemaal hartstikke bedankt dat jullie hier waren. En nou, daar komt de softdrinks aan, hoor. Want wij gaan niet aan drank beginnen. Dank u wel voor het kijken, allemaal. Ik kan het niet helpen, maar er zit nog iemand thuis.